letsel toe te brengen aan burgers, aan politiepersoneel, aan militairen. Waarbij we op dit moment verschillende gewonden hebben aan de zijde van de politie, van het leger, maar ook aan de zijde van burgers. En dat betreuren wij. Maar we gaan als regering alles doen om te zorgen dat die inbreuk die gepleegd is, duurzaam hersteld wordt. Die inbreuk die gepleegd is op die rechtsorde, strafbare feiten die gepleegd zijn, dat ze allemaal aangepakt gaan worden. En we hebben overleg gehad met de procureur-generaal van Suriname. En inmiddels is er een taskforce in het leven geroepen onder leiding van het Openbaar Ministerie. En de taskforce heeft opdracht gehad om alle personen die direct en indirect verantwoordelijk zijn, de coördinatoren, maar ook uitvoerders, alle personen die ernstige strafbare feiten gepleegd hebben, maar personen die dit gecoördineerd hebben, georganiseerd hebben, voor de schermen en achter de schermen, die gaan we allemaal ter verantwoording roepen. En de justitie zal daarin de lead nemen, samen met het Korps Politie, ondersteund door het Nationaal Leger. En al deze personen zullen stuk voor stuk ter verantwoording geroepen worden door de justitie. Vervolgens hebben we als regering de veiligheid opgevoed in de samenleving. En het Nationaal Leger en het Korps Politie hebben instructies gehad om zichtbare operaties uit te voeren. Er zijn nog incidenten gaande in de verschillende wijken en buurten. En daar zijn legereenheden en politieeenheden gestuurd om te zorgen voor het doen beëindigen van die inbreuken en de verantwoordelijken daarvan ook aan te houden en over te dragen aan de justitie. Wij als regering gaan ook voor de komende dagen duurzame veiligheidsmaatregelen treffen voor het hele land. Totdat er volledige rust gekeerd is in de samenleving. En wij gaan alle maatregelen treffen om personen en hun goederen goed te beschermen. Er is veel schade aangericht. Er is veel angst gecreëerd. Er is veel onveiligheid gecreëerd. En daarvoor gaat de regering de komende dagen ook enkele maatregelen treffen. Voor morgen hebben we al een beroep gedaan op alle bedrijven en bedrijfsorganisaties om hun winkel gesloten te houden. De openbare markten zullen we ook gesloten houden. En we gaan in deze periode alles doen om die rust te herstellen, maar ook de personen die verantwoordelijk zijn voor die onrust ook ter verantwoording te roepen en te brengen voor de justitie. We gaan ook als regering samen met het parlement in overleg. Eerste overleg is vandaag geweest. En morgen gaan we weer een overleg. En als de regering en het parlement op basis van de evaluatie tot het inzicht zullen komen dat er nog meer maatregelen getroffen moeten worden om de orde te doen herstellen, dan zullen wij dat ook doen. En ik wil u vragen om de komende tijd, komende dagen, de instructies van de regering af te wachten met betrekking tot bijzondere maatregelen die we kunnen treffen om de veiligheid te garanderen, maar ook om de rust terug te brengen in onze samenleving. We betreuren ook namelijk dat er gewonden zijn gevallen. We betreuren als regering ook dat er zoveel vernielingen aangericht zijn. Dat er angst ontstaan is. Dat er strafbare feiten gepleegd zijn naar personen toe. Dat er schade is aangericht aan bezittingen van vele personen. Dat betreuren we. En we leven mee met al deze personen. We leven mee met hen. En er zal ook een speciaal beleid ontwikkeld worden naar de personen die allemaal slachtoffer zijn geworden van al deze handelingen. Morgen komen we weer bijeen, samen met het parlement en de regering, om verdere maatregelen te bespreken en uit te voeren. Maar voor de komende uren en dagen zijn alle legereenheden en politieeenheden in ieder geval ingezet om de samenleving te beschermen, om die rechtsstaat te beschermen, om die democratie te beschermen. Mijn mensen, ik roep het volk ook op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik roep het volk ook op om niet mee te werken aan deze anarchie. Ik roep een ieder op om
niet mee te werken aan de vernietiging van ons land. Ik roep het volk op om je niet te laten gebruiken door personen en groepen die een andere agenda hebben. En ik roep het Surinaams volk op om rust te bewaren. Als regering gaan we alles doen om u te beschermen. Als regering gaan we alle maatregelen treffen, nationaal en internationaal, om te zorgen dat ook Suriname goed beschermd wordt. En daarvoor hebben we al de CARICOM al geïnformeerd. Daarvoor hebben we ook onze internationale missies en diplomatieke posten ook geïnformeerd. En aan de andere kant zijn wij als land zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er weer orde en rust komt in Suriname. Volk van Suriname, we zullen doorgaan als regering om maatregelen te treffen om verlichting te brengen in de samenleving. We zullen doorgaan om maatregelen te treffen om die koopkracht weer te versterken met ons sociaal programma wat we nu aan het implementeren zijn. En de regering staat open voor dialoog. We gaan ook na vandaag een traject inzetten van verhoging en verbreding van het dialoog wat we afgelopen dagen hebben ingezet met tal van organisaties. En we gaan in dialoog met ook groepen en organisaties die wensen te protesteren, die het niet eens zijn met het beleid, zodat we hun inzicht ook kunnen meenemen, maar ook hun kunnen uitleggen waar we zitten als land, met onze situatie, met onze schuldpositie, met ons beleid, met onze financiële positie, met onze terugbetalingspositie, maar ook met betrekking tot ons sociaal programma om de samenleving te beschermen. Ik ga afsluiten door nogmaals u op te roepen om alert te zijn. En wij gaan als regering alles doen om u te beschermen. En volgt u de instructies van de politie en het leger goed op. En de komende uurtjes en momenten die voor ons liggen, gaat u meer informatie krijgen vanuit de regering. Bedankt voor uw aandacht en mag ik u een goede avond toewensen.